hij kan het. Verwij kan het. Wie kunnen richting die tijd van de 1.44 op dit toernooi? We zien de jeugd naast en op het ijs hier in Tialf. Dit is Ramler uit Amsterdam. Schaatsen tegen Jordi van Workum uit Midwoud. 19 jaar jong en ervaringrijk. Mocht voor Nederland in een oranje pak starten op de wereldbeker in Nagano. Ready. Stond niet stil. Goed te zien bij de camera. Ja, een enorme bril. Is dat voor de aerodynamica? Ja, met name de bril draag je om ontspanning te hebben in je gezicht. Maar dit is wel een onwijs ding. Rammer, de student Berta Gamma, neemt de leiding. Is meer een marathonrijder. 24-6 of 24-9. Begin van het seizoen, tweede in de strijd om de IJsselcup in Deventer, achter Tijmen Snel. Deze Ramler. Deze mannen moeten zich opmaken voor hun strijd. Dit is het gevecht, weer in de Achterhoek. Van Workum, de man die bijna viel bij de ploegachtervolging in Nagano. Dat was een experiment van de bondscoach. Het vroeg niet meteen om herhaling, maar voor Van Workum een unieke kans om te proeven aan het grote werk. Ramler onderdoor. Joro was hier de snelste op 1100 meter, een rondje 28-3. Schepenkamp ging hier naar de 28-0. Is het gevecht in de achterhoede. 28-5 voor beide. Anderhalf geval. Ja, dat is ook de wedstrijd in de wedstrijd. Tussen de mannen die op het tweede plan de aansluiting proberen te vinden met de top. Ramler vecht met die 1.50. Dat is zijn persoonlijk record. Voor Van Workum is dat 1.49 hoog. Het is Van Workum die wint van Ramler in 1.50.38. Zesde en zevende tijd. Schepenkamp blijft op 1 met die 1.48.55. Maar het kan nog veel en veel sneller.